te kijken. Het Angelus heeft geluiden, je hebt het niet gehoord. Je bent als de leerlingen in de Hof van Olijven. Je slaapt terwijl de tijd vervliegt. Ik las mijn brevier, maar de hitte van de dag deed me even de ogen sluiten. Kom, doe die poort van mijn dagboek, hond. Hoor je me niet? Kom. Er staat een taalfout in, Erik. Onmogelijk. Na het gebeurde heeft vrouw Bonte onmiddellijk maatregelen genomen. Onmiddellijk? Hoeveel els? Hoe weet je dat onmiddellijk met twee els moet? Ik dacht dat je moedertaal kerklatijn was. Hoor! Dat is nog eens wat anders dan Vullers. U kent slot Marieke toch nog wel? Ja, natuurlijk. Hoe gaat het? Heel best, meneer kapelaan. Al is het met dat snoepwinkeltje van me verkeerd afgelopen, weet u nog? Omdat je huisje niet onteigend is? Wees maar blij. Het is toch een lief huisje? Oh, dat is het. En het wordt nog veel mooier. Met een echte badkamer, met een echt bad. En een garage. En een open haard. Nou, u zal eens zien. Doe maar allemaal voor jou. Nou, ik zie het al. Sloppenrieken in het bad. Nee, 2 maal per jaar met de kerst en de paas in de toppen is meer dan zat. Nee, het is opgekocht door een van de directeuren van de staatsmijnen. Een originele protestant met een echte automobiel en alles. Zo, en waar blijf jij dan? Oh, ze trekt bij mij in, kapelaan. Oh. Sinds zij van Briels naar de familie in Urmond is gegaan, staat het buurhuisje leeg. He? En alleen is maar alleen. Dus naar Rijperaad heb ik tegen Marieke gezegd, zullen we het erop wagen? Dat lijkt me een goed plan. Dat is het. En laat de mensen er maar van denken wat ze willen. Als de jeugd voorbij is, dan moet je het leven toch de kans geven zich te vernieuwen. Hoor je het nou? Precies wat ik zeg. Meer dan 50 jaar heeft ze er eigen voor stop gehouden toen de aanstaande versopen was in de Geerput. En waarvoor? Ik zeg, die Steffen jou is vanuit de Geerput zo regelrecht naar de hemelpoort gerezen. En een schat van een engeltje, dat spreekt op Marieke, ik heb hem in het bad gestopt. En reken maar dat hij in de 50 jaar dat jij hebt zitten kniezen zijn pleziertjes gehad hebt. Ik weet zeker dat hij in de hemel op me wacht. En als jij met zulke dingen spot, dan ga ik zo weer om. Heb ik gelijk, kapelaan? Jullie hebben allebei gelijk. Marieke wil de herinneringen aan verloofde zuiver houden. Ja, moeilijk genoeg als je in de gierput verzopen is. Ja, en Goswinus vindt dat je de laatste jaren van je leven moet doorbrengen in de koestering van elkaars vriendschap. Ja. Jullie mogen elkaar toch graag? Als ik naar de kijk schiet, ik al vol. Ik heb geen hekel aan Goswinus, dat zeker. Heb ik je niet van je spit afgeholpen, hè? Een mirakel, kapelaan. Maar het komt wel telkens terug. Ja, telkens als het terugkomt, doe ik weer een mirakel. Ik weet zeker dat jullie er geen spijt van zult hebben. Nou, veel geluk en tot ziens. Ja, dank je wel, kapelaan. Wat weer? Wil je niet wat mee eten? Nee, dank u. We hebben thuis al gegeten. Bordje groentesoep dan. Verse groente uit de tuin. Nou, vooruit al. Ja, dat lang hier moeten zijn. Het kan zo gek niet lopen of je komt iemand tegen onderweg en dan vergeet je de tijd. Dat pleit voor hem. Nou, het is wel lastig. Wat is lastig? Ah, hoor eens, hoe is het met moeder? Oh, goed, ze zijn flink. En, Wat is lastig? Om alles warm te houden als je weer een uur te laat bent. Was je ongerust? Dus niet. Alles zwemt. Hier, leg mijn dagboek maar op mijn bureau. Soep. Ik heb trek. Eigenlijk heb ik honger, maar dat mocht ik van mijn ouders nooit zeggen. Zolang je nog een korst brood op de plank hebt, heb je geen honger, alleen trek. Meneer Tussen? We hadden het best goed. Dat ontken ik toch niet, waarom doe je zo bokken? Doris Bond is al een uur op je te wachten. Ik heb de tijd. Ik kwam gewoon Swinus tegen. Je raadt nooit met wie. Met slot, Marieke. Ja, dat wordt nog wat tussen die twee, zul je wel zien. Schaam.
Waarom? De avondzon kan nog veel warmte geven. Haar huisje wordt verbouwd voor een van de directeuren van de staatsmijnen. Als vakantiehuis, denk ik. Weer een protestant erbij. Hm. Zegt u dat wel? Alle Oogieren zijn protestant. Allemaal uit het noorden. Limburg lijkt wel een kolonie. Limburgers worden allemaal koelies. Domme Roomse koelies van de heer uit het noorden. Naar de Oost-Indische Compagnie, de Zuid-Limburgse Compagnie. En ingenieur de Hertog dan? Ook een kapitalistenzoontje uit het noorden. En dat die Rooms geworden is, dat is niet aan de staatsmijnen te danken, maar aan Mieter van der Schoor. Jij vergeet dat ingenieur de Hertog een vriend van mij is. Ja. Neemt u niet kwalijk. Ik neem je niets kwalijk. Je bent de zoon van je vader. Ja. Zet eens een bord bij Trusje. Doris heeft nog nooit geproefd hoe jij runderlapjes maakt. Nee, echt niet, kapelaan. Je weet mijn zuster toch geen verdriet, hoor? Oh, je moet het er niet op dringen. Kom, je wil me toch spreken. Ik kan niet eten als je toekijkt. Of praat jij liever onder vier ogen? Houd wel warm. Ik kom wel even terug. Nee. Ze moet er maar aan wennen. Zeg het maar. Het gaat over Louis. Louis wil echt bij Van der Schoor naar huis toe komen. Dat was te verwachten. En? Ik wil het niet. Waarom niet? Vader had gelijk. De brand en de onteigening hebben vaders levenswerk kapot gemaakt. En toen had Louis achter hem moeten staan. In plaats van tegen vaders verbod in terug te gaan naar Van der Schoor. Maar nou is het te laat. Het is nooit te laat. Vader is dood. Ja. Maar is dat een reden om niet blij te zijn met de verzoening? Louis is toch je broer? Aan hem heeft het toch niet gelegen? Dat heeft het wel. En zelfs op de begrafenis heeft hij geen woord gezegd. Bij een begrafenis praat je niet over zaken. Mm-hmm. Kijk, hier is een paar maanden de kat uit de boom. En wat wil je dan dat er gebeurt? Niks. Laat Louis bij Van der Schoor blijven. Dat hij zich met moeder wil verzoenen, dat is logisch. Maar de zaak blijft hij af. Dat kan ik met moeder best samen alleen. En anders heb ik nog 5 broers. Peter is op het seminarie en Gijs is op het Canisius. Ja, maar Karel wil graag. Ik heb er met hem over gepraat. Lambert zit bij de coöperatieve en Jacob is nog op school. Dus Karel op kantoor en ik voor de winkel en inkoop. En je moeder? Die doet het prima in de winkel. En na school helpt Jacob nog wel eens. Ik had van je vader begrepen dat Karel wilde studeren. Zou het niet zonde zijn voor een jongen met een einddiploma gymnasium om alles op te offeren voor een kruidenierswinkel? Kom maar Stiebels. En denk je dat je vader het daarmee eens zou zijn? Denkt u dat vader het ermee eens zou zijn als Louis de leiding kreeg over de zaak? Je vader werd tijdens zijn leven achtervolgd door zijn haat tegen de mijn en alles wat ermee te maken had. Heeft het me kwalijk genomen dat ik me bemoeid heb met die geschiedenis met Van der Schoor? En later, toen ik partij gekozen had voor tijdig, dan was het hek helemaal van de dam. Maar toch heeft hij ervoor gezorgd dat René Boongaard zijn gewijde aarde begraven werd. Dat mag je nooit vergeten, Doris. De brandstichter van de Catharinehoeve is door jouw vader gered van een smadelijk graf. Je vader had een gouden hart. Een zuiver goud is zachter dan het lijkt. Maar zijn huis inzegenen, dat mocht ik niet. En pastoor Lumes ook niet. Dat moest de oude pastoor doen. En die weigerde. Terecht, want een mens moet kunnen vergeven. En dat heeft jouw vader in drift de dood ingejaagd. Sommige dingen kon hij niet vergeven. Hoe groter zijn liefde, des te groter zijn woede als hij daarin teleurgesteld werd. Hij moest en wou vergeven, maar hij kon het niet. Geef hem nu de kans. Bevrijd zijn nagedachtenis. Maak het in orde met Louis. Zorg dat jullie weer een gezin worden. En als je mijn hulp nodig hebt, dan weet je me te vinden. 4,78. Dank u wel. Dat is 80,95 gulden. Dank u wel. Mag ik anderhalf... Jij. Goedemiddag. Ben je al zo groot? Ja. Even kijken. Hier. Suiker. Boter en suiker. 2 kan. Hebben we petroleum, moeder? Nee, dat verkopen we niet. Om de hoek bij de kruideniers Wagemans of anders bij de drogist. Het spijt me. Ja, mij ook. En mevrouw, mag ik 2 ontvoegen? 2 ontvoegen. Boter zeker van de beste, hè? Weet ik niet. Weet je het niet? Dan zullen we het er maar op wagen, hè? Ja.
madame Bonte. En? Hoe bevalt het terug in de oude parochie? Ach, gaat best. Ja? Anderhalf ons ham en een ons saucisse de boulogne. Wat zegt u? Anderhalf ons ham en een ons saucisse de boulogne. Mag het ook zeven laat zijn, mevrouw? Die daar? Ja, die is heerlijk gekruid. Ja. Die is erg lekker. Zo, nou de sinaasappelen. Kom jij even met je mandje? Houd maar goed hoog. 2, 4. En 6. Centjes kant en klaar. Keurig hoor. Houd goed vast. Oh, je krijgt een gaatje. Zo. En een snoepje. Eet het wel? Ja. Gaat het? Ja. Met bonte comestibles. Een ogenblikje, ik noteer het even. Ja? Een pond koffie. Een bloemkootje, ja. Dat hebben we toevallig vandaag gedaan. U bent ook de huishoudster van de kapelaan? Nee hoor. Nee? Dat dacht ik. Praatjes, ja. Maar toch heb ik u ergens gezien. Oh ja? Tja, maar er verandert zoveel in het dorp, hè. Je houdt het niet meer uit elkaar. Is morgenochtend vroeg genoeg? Ik zal ervoor zorgen. Dag mevrouw van Wijk. Dag mevrouw. Kan ik u misschien helpen? Twee kannen. Twee kan. Jij bent toch Jacob, hè? Ja. Nou, help je moeder maar goed, hoor. Ze hebben het wel verdiend. Ik vind het wat flink. U niet? Ja, het is een flinke jongen. Zij bedoel ik de juffrouw. Zo helemaal alleen in de winkel, weduwe zijnde. Twee kan, alsjeblieft. Dat is 24. Nee, dat is goed zo. Dat hadden we toch afgesproken, ja, hè? Afspraak is afspraak, dat vind ik ook. God zegen je veel, hoor. Dag. Nou, goeiedag. Toch ken ik je ergens van. Maar thuis brengen kan ik je niet. Dag. Stak. Helemaal alleen sinds zijn zoon in de tering is gestorven. Kip nog kraai, alleen een beetje steun van de Vincentius. 87 is. Jacob, haal eens een nieuwe krat sinaasappel uit de opslag. Ja, moeder. Wat zal het zijn? Ik had wat chocolaatjes gewild. Lossen? Nee, een doos is leuker. Het is voor een cadeautje. Oh ja. Deze had ik gedacht. Dat is een mooie. Ik zal er een mooi papiertje op geven. Graag. En dan nog niet zo, zo erg handig in. Ah, dat komt wel. Ja. En, hoe gaat het nou? Mag niet klagen. Ik heb veel steun van de jongens. De zaak loopt goed. Schaam alleen. Zo vaak nee moet verkopen. Hoezo nee? Naweeën van de oorlog? Nee. Geen petroleum, geen soda, geen zakjes blauw. Dat wou Nicolaas niet. Als de oorlog voorbij is en alles is er weer, dan hebben de mensen behoefte aan luxe, zei hij. Soms dingen waar ik nog nooit van gehoord heb. Lachschinken, pâté de foie, haricot vert. Maar geen groene zeep en geen grauwe erwten. En dan schaam ik me. Nog geen half jaar geleden was je blij met een bon voor 80 gram brood. En nou verkoop je nee uit pure deftigheid. Kijk eens. Mooi. En? Hoe bevalt het bij de pastoor? Ach, het gaat best. Ik kan alleen wel een werkster gebruiken met al die vreemde kerels over de vloer. Heeft u hulp? Ja, een kind uit een asociaal gezin. Brutaal als de beul, maar ze is vrolijk en ze werkt hard. Een beetje vrolijkheid kan ik wel gebruiken. Ja. Wie had dat gedacht? Zo zinloos. Het was toch een ongeluk? Met een paard. Paarden waren zijn grote liefde. Hij zei wel eens, ik geloof dat ik meer van paarden hou dan van mensen. Dan keek hij me aan. Dan lachte hij ineens heel hard. Ik kreeg een klap op mijn gat en een zoen. En dan zei hij... Jij bent de beste paard van stal. Ja. Ik sta
dat maar weer eens op. Hoeveel krijgt u van? Ik schrijf het wel op. Jacob, die grote doos van Krul met die nootjes, weet jij dat? 1,15 gulden. Ik noteer het wel. Nee, nee, daar moet u niet aan beginnen. Wie iets koopt, moet weten wat hij moet betalen. Ja, dat is. Alsjeblieft. Dank je wel. Nou, voor Katrien, als u zin heeft, komt u weer eens langs. Dat zou ik zeker doen. Goed. Goedemiddag dan maar. Ja. Dag. Dag. Ze is veranderd. Minder streng, lijkt het wel. Misschien is ze verliefd. Foei. En waarom foei? Ze staan er mooi bij. Ja. Nog wel. Maar het krioelt van de luis. Zeepsop helpt. Oh ja? Nou, ik weet niks van die dingen. Dat deed Louise altijd. Zal ik een sopje maken? Een beetje groene zeep en een beetje spiritus. Ach, zo gebeurt. Straks. Eerst thee. Ik heb al gezet. Kan jij dat? Thee zetten heb ik mijn hele leven gedaan. Voor het ontbijt. Voor ik naar school ging, dacht ik Louise altijd thee op met een schuitje. René eerst ook, maar toen hij verscholen was niet meer. Hij werd kwaad als ik hem wakker maakte. Een ideale huisvader. Wil je binnen of buiten? Buiten. Elke dag met zon is meegenomen. Iedere dag is hoe dan ook meegenomen. Oh, wacht. En nou maar hopen dat hij goed is. Je stijgt ziendroog in mijn nacht in. Oh, dat is een koud kunstje hoor. Beetje gelijke delen boter, suiker en bloem. Dat zit op je schender als experiment. Let mee me. Voor jou, een aardigheid. Nee? Ach, het is een kleinigheidje. Bloemen voor een man, dat geeft geen pas. En roken doe je ook niet meer. Mooi papier zit erom. Mm-hmm. Zeker van Bonte. Hoe is het nou met haar? Ach, ze redt zich wel. Ze zal wel moeten. We redden het allemaal wel. We zullen wel moeten. Schenk jij in? Ja. Ik ben gevraagd voor het bestuur van de werknemende middenstandsbond. Wat een eer. Doe je het? Maar nee, natuurlijk niet. Ah, je moet het doen als Poes je vraagt voor zoiets. Ja, maar ik kan niet besturen. Ik had er moeite genoeg met schoolkinderen. Melk? Een wolkje. Ach... Bonbons. Doe maar. Dank je. Nee, je moet het echt doen. Je moet een taak hebben. Ja, maar zoiets doe je niet om maar wat te doen te hebben. De Bond van Rooms-Katholieke Onderwijzers, ja, dat is een vakorganisatie, maar... die standsorganisatie van Poels, dat is niet te verwezenlijken. Wat heeft het voor zin om de maatschappij in te delen in culturele standen... als het uiteindelijk toch gaat om verbetering van arbeidsvoorwaarden. Daarom moeten vakorganisaties machtspositie veroveren. De ideeën van Poels die gaan voorbij aan de materialistische realiteit. Waarom lach je? Nou, je bent al druk aan het vergaderen. Ach, wel nee. Stamtafelgeklets. Weet je, dat ik al in geen maanden meer een druppel alcohol gedronken heb. Och, en ik had nog wel bijna rumbonen voor je meegebracht. Er is een tijd geweest dat ik te veel dronk. Nou, liever helemaal niet. Ik heb Louise soms gehaat, of liever... liever gezegd, ik heb mezelf soms gehaat en gaf ik haar de schuld van. Ik heb haar benijd. Benijd?
Misschien ten onrechte. Ze was toch iemand. Jij ook. Vind je? Ja. Dank je. Zal ik dan maar? Graag. Heb je spijt dat je weg bent uit Weert? Geen ogenblik. Ik had al spijt toen ik uit Geleen wegging. Maar ja, dat moest ik. Tja, begrepen heb ik het nooit. Kon je niet met Oudekerk overweg? Je weet wat beter. Je maakt mij niet wijs dat Louise daar nooit over gepraat heeft. Louise vertelde me nooit wat. Ja. Dank je. De meeste negatieve dingen in het leven berusten op misverstanden. Ja. Dat is maar al te waar. Wil je nog thee? Graag. Denk jij nog wel eens aan Louise? Er gaat geen dag voorbij. Soms denk ik dat het allemaal niet echt gebeurd is. Dat ik een vrouw heb gehad en een zoon. Dat ik hoofd van de school was in een dorp als Geleen. Dat ik hier nu zit, gepensioneerd in een buitenhuis. Dat Bonte er niet meer is. Ik schrijf gedichten en ik hark de paden en de tijd verstrijkt. Lodewijk Bongaerts, geboren te Vaals, 21 juni 1853, gehuwd. Je bent jarig, dat ik daar niet eerder aan gedacht heb. Gefeliciteerd. Geluk, veel geluk in nog vele jaren. Ja. Dank je. Het is goed. Ja. 66 is nog niet oud. Ach, wel nee. Was je erg vertrouwelijk met haar? Ja. Dus dan weet je dat ik niet haar eerste... Ze hield van je. Mijn broer is later naar Amerika gegaan. Jaren 5 geleden is hij gestorven. Dat heb ik voor de verborgen gehouden. Je moet niet denken dat ze niet van je hield. Ze hield van hem. Ze was in verwachting van hem. Maar hij was... Nou ja, van de dood geen kwaad. Voor mij wilde ze niks weten. Maar ze wist dat ik eraan bad. Toen Govert geëmigreerd was, is hij naar wanhoop met mij getrouwd om de eer te redden. Een maand later kreeg ze een miskraam. Daar heeft ze me om gehaat. Alsof ik misbruik gemaakt had van het toestand. Ik had gehoopt dat de geboorte van René mij zou helpen. We hebben die jongen om strijd verwend. Maar liefde kregen we er niet voor terug. Terecht niet. Er was geen liefde in ons gezin. Pas op haar sterfbed. Ja. Toen was ze toch mijn vrouw. Rare verjaardag, Katrien. Maar het is goed dat je gekomen bent. Ja. Want de kentering is er. Op 1 januari van het vorig jaar telde de zogenaamde neutrale, dat is dus de Socialistische Mijnwerkersbond, 2310 leden. En de katholieken slechts 1726, bijna 600 minder dus. En thans, vrienden, telt onze bond 5.616 leden. En dat is ruim 2.000 meer dan de 3.550 van de socialisten. Bravo. Bravo. En aan wie hebben we dat te danken? Aan de socialist Elvers. Die 2 jaar geleden een staking proclameerde.
Zelfs het socialistische dagblad Het Volk veroordeelde die staking als een misdaad tegen de arbeidersklasse. Ja, precies. Maar het ging er Elvers immers alleen maar om ons katholieken kapot te maken. Ja. Want ons is het gelukt, zonder staking of geweld, de instelling te bereiken van contactcommissies die bestaan uit vertegenwoordigers van de arbeidersorganisaties. Ja. En de mijndirecties. Ja, en die dan ook niks in te brengen hebben. Dat komt nog wel. Daar gelooft geen mens, meneer Bestoor. We zijn hier niet in Rusland. Het gaat niet om macht, het gaat om medezeggenschap. Ja, zo is het. Denk maar eens aan het Algemeen Mijnwerkersfonds. Dat krijgt een bestuur van 16 man. 8 gekozen uit de arbeiders en 8 benoemd door de directies. Mm-hmm. En dan heb ik een verrassing. Die 8 zijn gisteren gekozen. Alle 8 uit de katholieken en niet 1 uit de socialistische bond. Zo. Nou, voorzitter, mag ik eens vragen. Wat heeft dat voor ons hier in Geleen voor directe betekenis? Ik bedoel, het is natuurlijk prachtig mooi. Maar als het fonds er alleen maar is voor ondergronders... Dat fonds is er voor iedereen die bij de mijnen in dienst is. Stel je voor, de schachten zijn pakweg 20 meter diep. We kunnen hier nog zeker 1 jaar of 4 wachten voor de eerste steenkool uit de Maurits komen. Ja. En laten wij daar nou maar blij om zijn. Want anders hadden we hier dezelfde toestanden gehad als bijvoorbeeld in Heerlen met zijn kolonies. Ja. Denk maar eens aan de Morgenster met 2 kamerwoningetjes. Bewoond door man, vrouw, 4 kinderen en 4 kostgangers. Zo is dat. Maar ik kan nou eenmaal niet over mijn hart regeren als ik van iemand hou. In 10 jaar tijd is de bevolking in Heerlen... Onbereikbaar. Luister je, Erik? Ja, natuurlijk. 4 kostgangers. Vreselijk. Als God ons niet mensen als Poels en Hermans gegeven had... Inderdaad. ...was Limburg moreel ten gronde gegaan. Nu hebben we herwonnen levenskracht... Tijdig, de arbeidsbeurs en onze standsorganisaties. Waar denk je aan? Herwonnen levenskracht. Dreigt het gevaar. Dit is mijn derde leven. De interesse voor zijn toch, verliest. Omdat toch hij geen compleet product meer maakt. Ik maar hoor er niet meer zo bij als vroeger. Schaam je. Daarom moet ze dat hoef je me niet te zeggen. Dat doe ik de hele tijd al. Al duurt het dan nog jaren voor de Maurits de eerste steenkool uit de pijloze diepte van zijn schachten omhoog. Ja! 1400 gekke Bertus. En over 10 jaar René Boongaerts zullen er bijgekomen zijn. Ik was daar er niet bij. Wij op voorbereid zijn. En toch zie ik het telkens gebeuren. Het zou wel anders gegaan zijn. Misschien maar wel. Ook als standsorganisatie. Zo is dat. In Lutheranen bijvoorbeeld, hè? Luister je, Erik. 77 leden. Ik ben de enige die geen sigaar rookt. Daardoor kan ik me niet concentreren. Zwak ben je. Dit bewijst toch dat het materialistische egoïsme... ook van de katholieke arbeider... sterker is dan zijn idealisme. Nou, dat is makkelijk gezegd. Maar die contributie wordt elk jaar hoger. Ze begonnen met een duppie per jaar. Maar in 17 werd dat al 1 cent per week. En nou sinds januari 1 gulden per jaar. In 4 jaar tijd vertiendubbeld. Nu kunnen we dan ook behoorlijk propaganda voeren. Zeer juist. En vergeet niet dat we het ons sinds kort kunnen veroorloven... van ons weekblad De Volkskrant het officiële bondsorgaan te maken. Inderdaad. Met alleen in Limburg zo'n 11.000 lezers. Bravo. Het is ons ideaal om eens van De Volkskrant... een dagblad te maken. Dat zou prachtig zijn. Het katholieke volk was beter. Er stond meer in. Over Limburg? Ja. Er zou in de Volkskrant een aparte Limburgse pagina moeten komen... onder redactie van een Limburger Hermans of Malen. Zeer juist. Malen, die zal zijn handen vol krijgen aan het maandblad Het Roer. Dat is een blad voor kadervorming. Daar bereik je de gewone man niet mee. Kijk, wat Poels bedoelt met heel de mens... kun je alleen maar waarmaken door de arbeider bewust te maken van zijn stand. Ja. Zijn waarde als katholiek, als... als lid van het grote Roomse gezin. Een openluchtbijeenkomst met muziek, een mannenkoor, de harmonie, samenzang, de schutterij, vendelzwaaiers en desnoods een spreker. Meneer de voorzitter, wat bedoelt kapelaan Oudekerke als adviseur met desnoods een spreker? Of pardon, meneer de voorzitter... een heleboel sprekers. Het voorstel van kapelaan Oudekerke om een openluchtmeeting te organiseren is bij acclamatie aangenomen. Hey, Patrick, los! Wat zat je? Achter die zandhoop waar ze de kuil gaven zijn.
Voor wie zou die wezen? Voor de grootmoeder van Chef Kellenaar. Is die dood dan? Ja, maar het is niet zo erg. Ze was al 93 en kind. Je mag niet op een grafsteen zitten. Dat is onerbiedig tegenover de doden. Oh, pardon. Ligt jouw moeder hier ook? Ja. Weet je nog hoe die was? Ja, natuurlijk. Was ze aardig? Ja. Heb ze een mooi graf? Nou, niks bijzonders. Mag ik het zien? Nou, er is niks aan te zien. Het is gewoon een houten kruis. Ja, deze hier was zeker een rijke stinkert. Ja, een vrouwle. Maar ze zeggen dat ze het hield met een boerenknecht. En daarom heeft ze er eigen van kant gemaakt. Ligt ze daarom zo apart? Ja, natuurlijk. Dat is toch geen gewijde aarde? En een rotstreek. Eerst dood van verdriet en dan nog op aangekeken worden ook. Je mag niet zelf nemen wat je van God geleend hebt. En die boerenknecht? Ja, hoe weet ik dat nou? Die zou wel gewoon getrouwd zijn, kinderen hebben gekregen. Nou, en toen gewoon zijn dood gegaan. En wel in gewijde aarde begraven, zeker. Maar een rotstreek. Ik wil als ik dood ben verbrand, dat doen ze wel eens. Dan kan je op de laatste dag lekker niet vrijzen. Tikkie! Oh nee! Clara Euser, geboren Rijnlands, 1860 tot 1914, Rip. Wat is Rip? Dat is Latijn, het betekent rust in vrede. Waarom staat er niet gewoon rust in vrede? Nou, daarom niet. Latijn is de taal van de kerk. Het is fijner als je het verstaat. Als ik rood ben, dan vraag ik of ze dat veranderen. Voor jou zeker. Binnen? Tikkie, jij bent het. Zin meer, ik moet naar huis. Ik niet. Ik ga nooit meer naar huis. Slaat jouw vader je wel eens? Nou, natuurlijk niet. Ik ben lekker een martelares. Gek. Moet je me willen zien? Volgens die me kijken? Nee, wil ik niet zien. Waarom niet? Dan zie je wat ik van Jezus over heb. Dat is onzedig. Wie zegt dat? Iedereen zegt het. Meneer Kaplaan, meneer Verstoen en mijn vader. En als jij nog langer zo vervelend doet, dan ga ik niet naar mijn vrouw. Steek maar! Onzeker. Zo, dan ga ik terug. Heb je de sleutel? Ja, natuurlijk. Hier. Neem een daagse toch misschien goed dat je het zegt. Oh, je leert het ook nooit. Ja, anders had ik jou niet nodig. Is de kapelaan thuis? Ja, zeg, hij heeft een afspraak. Ik wil alleen even wat vragen. Kan het niet een andere keer? Ik wil... Oh, dag kapelaan. Ik weet het al, ik heb hem op de schoorsteen. Dag. Klaasje Ween, ik weet u wel. Ja. Hier. Oh, dank je. Ja, het spijt me, Klaasje, je wou roms worden, hè. Een ander keertje dan, ik heb nu geen tijd. Ik wil alleen wat vragen. Ja, vraag me dan. Nee, geen jastrusje. Alleen mijn hoed, het is heerlijk weer vandaag. Zijn billen onzedig? Wat zeg je? Billen, zijn die onzedig? Ik ruik iets, kijk eens in de keuken of er iets aanbrandt. Terug. Ik pak niks op. Dat komt, ik heb een dringende afspraak en waar gaat het precies om? Zijn billen vies. Wat brengt je tot die gedachte? Klaartje Euser zegt het. Hoe komen twee jonge meisjes te praten over zo'n gevaarlijk onderwerp? Zijn billen gevaarlijk? Ons lichaam is een geschenk van God. We moeten het gebruiken zoals het bedoeld is. Ik bedoel... Waar gaat het precies om? Nou, of billen onzedig zijn. Ja, op zichzelf beschouwd niet, maar het kan leiden tot... Wat was de aanleiding? En mijn vader heeft toen ik vanochtend uit de kerk kwam mijn broek afgestroopt en met een stok... Wil u het zien? Nee, nee. Tjonge. En doet het erg pijn? Ja, als ik zit wel. Ga er maar gauw weer staan. Niks hoor, hoe meer pijn, hoe beter. Nee, ik heb een dringende afspraak in... Dus billen zijn niet onzedig? Zolang wij het woord niet gebruiken om onzedelijke gedachten te wekken. Ik wou het alleen een klaartje laten zien. Dat had je misschien beter niet kunnen doen. Een meisje dient preuts te zijn. En, Rijn? Wat is preuts? Ja, nu moet ik echt... Ons lichaam is een tempel waarin de ziel huist. We moeten het rein en bedekt houden zoals het zesde gebod van ons eist.
Maar ik weet dat je geen zondige gedachten hebt gehad, dus het zijn je vergeven. Maar wat zijn nee, je vergeven? Nee, nu moet je echt naar de familie Bonten. Oh, dan loop ik zo ver mee. Ik haal de fiets. Mag ik achterop? Nee, mijn band is zacht. En loop even kukken en vraag Truusje of ze een lekkere kopje koffie voor je maakt. Truusje, ik ga. Het zou interessant zijn, Erik Oudekerke, bij jezelf een onderzoek in te stellen naar de vraag wat kuisheid is. Een woord als het gevraagde vrij en frank te bezigen, dan wel het onder stuntelig gestotter weg te moffelen. Ik heb gestotterd nog gestunteld. Gebruik jij dan vrij en frank? Engelen hebben vleugels, geen billen. Schaam je. U zou wel denken, wat zitten hier allemaal plechtig bij elkaar? Maar dat komt omdat mijn oudste broer van... Katelaan weet ervan, Doris. Oh, nou dan weet ik het ook. Vrede op aarde en de mensen van goede wil. Ben jij niet van goede wil, Doris? Doris is bang dat Louis hem de kaas van het brood komt eten. Dat is godsamme niet waar, ben jij belazerd. Dan neem je terug. Kalm toch, Doris. Schaam je. Moet ik me schamen omdat ik de enige ben die voor de nagedachtenis van mijn vader opkomt? Door de straat, John. Niks daarvan. Jij bent toch zelf naar me toegekomen om me te vertellen dat Louis graag met je moeder en jullie wilde praten. En ik heb toch gezegd hoe ik erover denk. Dat is een zaak tussen mijn vader en Louis. Als Louis zich met mijn moeder wil verzoenen, vind ik het best. Maar mijn vader is dood. Waar mijn vader gewild heeft, waar mijn vader voor gewerkt heeft, daar blijft hij af. Goedenavond. Dag Louis. Goedenavond. Weer koffie? Ik pak zelf wel. Tjonge. Ik ben een beetje laat. Tante Schoor was de hele dag niet op kantoor vanwege tante Dora. Wat was er dan mee? De dokter is vanochtend geweest. Hij dacht dat ze de avond niet zou halen. Oh, daar wist ik niks van. Het is gisteravond ineens begonnen. Oh, dag meneer Kapelaan. Neem me niet kwaad. Nee, hinder het niet, Louis. Ik wou juist weggaan. Toch niet om mij? Nee, helemaal niet. Om mij? Ik vind dat de zaak is tussen ons. Kapelaan kan zijn tijd beter gebruiken dan mee te helpen aan iets waar mijn vader is die nog leeft en razend om zou worden. Dus ben ik niet bereid tot praten. Goedenavond. Doris! Jij blijft en ik ga. Ik vraag me alleen af waarom je dan bij mij om raad kwam. Dat ik van u had willen horen dat hij daar zou moeten blijven. U gebruikt daar zoveel mooie woorden. Preken is helemaal uw vak. Nou, daar stink ik dan in. Heeft Louis gezegd waar hij voor komt? Ja. Dat wil zeggen... Hij heeft al maar gevraagd hoe het liep en of voor klanten er komen en of voor krediet geven. En ik let ze over allerlei dingen waar ik niks van af weet. Liquiditeit en afschrijving en investering. Alleen maar om te laten zien dat hij er verstand van heeft en ik niet. Hij heeft handelsrekening en boekhouder gehad. En ik niet. Nou, en daar begint het kapitalisme. Nee, in alles, allemaal niks. Ik zou wel eens willen weten met wat voor vrienden jij omgaat. Ik heb geen vrienden. Kameraden dan. Denkt u dat ik socialist ben? Als je wilt, zullen we van de herfst eens naar een van die zaterdagse praatavonden gaan in Heerlen. In het gezellenhuis van monsieur Poels. Daar kan je al je bezwaren kwijt. Ook die tegen mij. Nu ga jij naar binnen en ik kan naar huis mijn dagboek bijhouden. Tot ziens. Tot ziens, kapelaan. Het is buiten beter dan binnen. Heb je bolle hoofd? Te laat. Wie was die kerel? Weet ik dat. Ben je alleen? Nee, met z'n allen. Haastpilletjes. Kun je plaatsen, meisje? Oh, je mag best een beetje aardiger tegen me zijn. Wat dunkt? Ze is niet lollig om altijd zonder nachtzoenen bitten moet. Schiet op. Kom je me instoppen? Ik zie hem al. Wel rustig. Kun je wel? Ik ken nog veel meer. Louis heeft een plan, Doris. Ja, licht. Het zat hier niet. Natuurlijk heb ik na vaders dood over een paar dingen gedacht. Toch? Ik had me graag met hem willen verzoenen. Als iemand dat weet, ben jij het. Hij heeft dat niet gewild. Of liever, niet gekund.
Moeder heeft daar verdriet van gehad en dat mag niet meer. Ik wil dus graag weer regelmatig komen. Maar waar ik ook over gedacht heb, om vader hier te vervangen, dat slaat nergens op. Dat kunnen moeder en jij best alleen af. Want ik vind het als oudste broer, en dat ben ik, verkeerd om Karel in de zaak op te nemen. Die wil medicijnen studeren. Er is geen geld voor. Hij kan toch proberen een studiebeurs te krijgen? Maar dat hangt van mijn eindexamen af, hè? Ja, toch allemaal 8 en 9? Ja, voor Latijn een 6. Zat voor potjes Latijn. Dan moet je op kamers horen in Amsterdam. Wie betaalt dat? Ik. Mijn vaders centen hebben ervoor gezorgd dat de brouwerij kon draaien. Ik heb als bedrijfsleider een behoorlijk salaris en vrij wonen. Trouwen doe ik niet, dus op die manier doe ik vader toch nog een pleziertje als ik die kamer betaal. Ja, en als ik nou eens geen beurs krijg? Je weet hoe dat gaat met examens. Je kunt sterven van de zenuwen. Jij niet. Dan denk je maar aan vader. Wat die wou, gebeurde. Of niet? Ik vind dat we het moeten aanvaarden. Dit is iets tussen Nicolaas Bonte en zijn oudste zoon. Dat moeten we aannemen. Dat vinden jullie toch ook? Lambert? Allicht. Een broer die dokter is. Nou. Jacob? Kom je dan weer geregeld thuis, Louis? Ja, natuurlijk. Karel? Ik zal mijn uiterste best doen. Als ik straks klaar ben, dan zal ik jullie straks allemaal gratis genezen. Laten we hopen dat we daar zo min mogelijk gebruik van moeten maken. Mm. Nou, Louis, dan moeten we alle misverstanden maar vergeten. Hè? Borik niet gevraagd. Dacht dat jij er tegen was? Het is te mooi om waar te zijn. Maar Peter en Gijs zijn er niet. Hebben die niks te zeggen? Als Karel student wordt in Amsterdam, dan moeten moeder en ik het maar zien te rooien in de zaak. Makkelijk. De weldoener uithangen over onze rug. Schaam je. Ja. Het is altijd hetzelfde. Schaam je. Mag ik dan van u... Meneer Pastoor, de Sint-Jans-kathedraal in Den Bosch. De Sint-Jan, alstublieft. En mag ik van u, dokter, de Sint-Bavo in Haarlem? Die heb ik niet. Heb u wel. Huh? Doktoren spelen altijd vals. Huh? Als ze bezorgd gaan doen, dan mankeer je niks. En spelen ze van niks aan de hand, dan ga je gegarandeerd dood. Is dit hem? Ja, dokter. Ken uw kerken. Ik win. Zo. En mag ik nu van meneer pastoor van de Rooms-Katholieke voormannen, monseigneur Ariens? Ah, tante Dora, die heb ik niet. Geeft u mij dan maar eens dokter Schaapman. Jammer. Ik had moeten voelen dat u Poels had. Poels heeft mij. En geeft u me dan ook maar meteen monseigneur Nolens? Die heb ik niet. Oh. Dokter, geeft u mij dan maar van de politici meester Albersen. Daar gaat mijn naamgenoot. Is het familie van u? Nee. Met een 8-urige werkdag kan ik als medicus niets van doen hebben. Noemt u dat werken? Kom, geef me maar gauw ruis de berenbroek erbij. Zo, alsjeblieft, ik ben uit. Dokter is aan de beurt. Die heeft Nolens en Ariens. En de pastoor heeft Poels en Schaapman. En hoe zeggen jullie nog dat ik kind ben? Dat u een medisch wonder bent, daar twijfelt geen mens aan. Wel, nee. Ik ben gewoon een goddelijke vergissing. Oh. God heeft er in plaats van een hart een perpetuum mobile in gestopt, als u weet wat dat is. Hoeveel laatste sacramenten heb ik nog al gehad? Van mij 2, tante Dora, en van de kapelaan pas 1. De volgende dan maar weer van de kapelaan. Oefening baardkunst. Weet u dat Mieten zwanger is? Maar natuurlijk. Als iemand dat moet weten, ben ik het. Oh ja. En de aanstaande vader dan? De veroorzaker van een toestand kan niemand anders zijn dan degene die die toestand onderkent. Goed zo. Wist u het ook? Nee hoor, ik hoorde er blij van op. Nou, het werd tijd. Is alles goed met haar? Kon niet beter. Tegen Kerstmis niet? Ja. Dat zou ik nog wel willen beleven. Wie zal ons kinderke douwen? En doet het ze moederke niet. Dat heb ik op de spreekmachineplaat. Gezongen door Minnie Wortman. Draai hem eens. Nee, wacht maar, dokter. Dat doe ik wel even. Vak is vak. Hm?
Mijn moeder is al lang dood. Ik niet. Ik ben te nieuwsgierig. Ik wil weten hoe het afloopt. Het loopt nooit af, tante Dora. Hier bedoel ik. Het is ongelooflijk. De ene gaat dood voor zijn tijd en de ander overleeft zichzelf. Hm? Gods raadsbesluiten zijn ondoorgrondelijk. Jullie hebben overal een antwoord op. Meestal via een citaat. Hè? In het begin was het woord. Ah, daar moet u dan bij gelegenheid even uw schaapjes eens mee op het matje roepen. Wel. Mythe van der Schoor, die zichzelf weer eens kwelt met haar zuidelijk wantrouwen tegen het decadente noorden. Is het niet raadzaam die taak over te laten aan kapelaan Oudekerke? Hm. Voor het individuele werk mis ik de fijne nuances. Zuster, pastoor en ik gaan weg. Geloof je Jezus Christus? In alle eeuwigheid. Indien het akkergraan niet valt in den akker en sterft, zo blijven hetzelfde alleen. Evangelie van Johannes, 12e hoofdstuk, 24e vers. Goed. Jij weet er tenminste wat van. Hoe gaat het met u? Beste is heel best. Huh? Jongen, je zit er mooi, zeg. Telefoon, alles. Oh, ja, ja. Dit is nog maar het begin. Ik wou eigenlijk even meneer de hertog spreken. Oh, die staat op het punt om weg te gaan naar Den Haag. Ik zal even bellen. Ja. Ja, portier hier. Is jullie hertog in huis? Ik heb wel een oude krijgen die hem dringend moet spreken. Nou, niet dringend. Ja, goed. Zo. Hij stond op het punt om weg te gaan, maar hij zei dat ik altijd al te man. Zal ik je even voeren? Ja. Oh, het ging over die openluchtmeeting. Oh, gaat dat door? Oh, ja. Ik heb de schutterij Sint-Marcelinus en Paulus al. En de harmonie. En wie weet. Uh-huh. Oh, gaat die naar de schacht? Nee, dat is onze grote trots. Dat is de lift van het hogere personeel. Durft u? Voor een keertje dan niet graag. Daar komt ie. Prachtig zeg. Mooi hè? Kijk. Ga u gang. Kijk, dan doet u straks het hek dicht. Dan drukt hij op knop 1. Ja. Dan komt hij op de eerste verdieping. U stapt uit. Rechtsaf, aan het eind van de gang, kamer 12. Ah, dank u. Goeie reis. Dag. Ik kom niet in die kerk, ik kan niet meer doorgaan. Ik moet met de trein. Pardon, ben ik hier bij. Oh, dag Johannes, hoe gaat het? Hallo Erik, wat een verrassing. Tineke. Dit is nou kapelaan Oudekerk. De man die me hierin geleend toen ik, weer rijdt het zo speet door nacht omdwingd, eenzaam en verloren stranden, met een bed en koffie heeft geherbergd. Erik, dit is mijn secretaresse hier voor de Waal. Tevens jeugdkennisje uit het perfide Bilthoven. Bos en Duin. Ik heb al zoveel over u gehoord dat ik bijna kan zeggen hallo Erik, maar dat kan natuurlijk niet. Zal ik koffie inschenken? Nou, ik... De koffie van de staatsmijnen is niet te zuipen, dus Tineke brouwt een eigen ongeëvenaard product. Hoewel ik jouw koffie nog altijd in mijn gebeden herdenk. Ga zitten. Voor ik het vergeet, Johannes, wat ben ik blij voor je. Kan toch eens weer de hertog? Nee. En ook een blik bieden. Jou, dokter Winterman, het hertzomerhaal. Oh, alweer. Mag ik even? Ja, natuurlijk. Hertog. Ja, goedendag, hè, dokter Winterman. Ik weet. Ja, den tref ik toevallig heute Nacht niet. Maar Unterstützung für Kirchenbau scheint mir nicht unbedingt notwendig voor een Bergwerkgesellschaft. Gaat u toch zitten? Ja, een evangelische Gemeinschaft gibt es hier zwar auch.
Hetzelfde wie een katholisch, maar dat is jullie niet heissen. Graag, ja. Ik wil... Ja, natuurlijk. Ohne weiter. Ik kan Ihnen spätestens übermorgen benachrichtigen. Bezüglich die Ansicht meiner Direktion. Wird gemacht. Auf Wiederhören. Verdomme, wat een gezalig. Ja, dat ligt nog niet op de weg van de staatsmijnen om kerken te bouwen. Ja, maak een aantekening, hè, dat ik overmorgen... Heb ik al gedaan. Bravo. Vertel, Erik. Wat is je probleem? Een andere keer, ik mag niet... Je zei dat je blij voor me was. Oh, maar dat is geen probleem. Ik hoorde via meneer Pastoor dat je... Dat er een klein hertogje in aantocht is. Ja. Het was nog niet bestemd voor de grote klok, maar... Zo tegen kerstmis. Oh, misschien had ik dit niet mogen... Ik wist niet dat zo... Oh, maar voor secretaresses bestaan geen geheimen. Maar ik neem aan dat dat niet het doel van je komst was. Nee. Het gaat hier om... De Rooms-Katholieke Mijnwerkersbond organiseert in augustus een openluchtmeeting. Oh. Ja, ze hebben mij gevraagd vast een beetje voorbereidende informatie in te winnen. Mm-hmm. Ik heb de harmonie al en de schutterij zit Marcelinus en Paulus en misschien Wendelzwaaiers. En ik heb monsieur Poels gevraagd als spreker. Ik zou het erg op prijs stellen als het mannenkoor van de Maurits ook een paar... Dat is toch een zaak van de personeelschef? Mijn zegen heb je. Oh, en wie is dat dan? Geef hem bericht. Dat is een heel geschikte man. Lid van alles waar een mens maar lid van kan zijn. Katholieker dan jij in een examen en muzikaal tot en met. Wacht. Met de hertog? Ja, ik heb hier de kapelaan Oudekerk in zaken een kwestie waar de heer Gevenbricht het laatste woord in heeft. Is die aanwezig? Nou, laat dan iemand hier komen die de kapelaan bijbrengt. Bedankt. Daar komt iemand. Oh. Doe dat rapport over die wijziging in het bouwschema erbij, plus het wegenplan. En wanneer is dat feest? Waarschijnlijk 12 augustus. Oh, zet dat in de agenda, hè, Dieneke. Een zondag zeker? Ja. We beginnen met een gezongen heilige mis en in optocht. Ja. U had gebeld voor meneer Grevenbeek? Ja, bedankt. Succes. Dank je. En ik hoop je gauw weer eens te zien. Ja, bedankt en tot ziens. Dag. Dag, kapel. Nou, dan ga ik maar. Is er iets? Waarom heb je me dat niet verteld? Wat verteld? Over Miete. Nou zeg, sinds wanneer moet ik mijn secretaresse verslag uitbrengen over mijn privé? Oh, natuurlijk. Je hebt gelijk. Ga maar. Anders mis je je trein. Zie je, dat is nou zo ellendig als je... Zoiets verpest mijn hele dag. Het spijt me, ik had het niet moeten zeggen. Je hebt het gezegd. Omdat het me interesseert. Gewoon menselijk interesseert. Toe. Moet ik nou zo... Verdomme, het is al bijna 22:30. Ga maar. Het is al over. Tot morgen dan. Het spijt me. Goeie reis. Ah, Louis. Hoe is het? Dank u. Nou, we treffen het met weer. Ja, ga maar. Dag, meester. Dag, Katrien. Dag, Heus. Komt allemaal goed, hè? Dag, Kleintje. Leuk dat u gekomen bent, kapel. Dag, Kleintje. Monsieur Poels is er nog niet! Sst!
Rustig, wind je niet op. Slecht voor het hart. Laat die mannen zich dan uitleven. Ik zal zeggen dat het soort reis ik opstaat. Als u daar bij de ingang blijft en monsieur Poels opwacht, dan sta ik aan de overkant bij de harmonie en het koor. Zodra de auto aankomt, wuift u met de hand ten teken dat we moeten beginnen af te spreken. Ja. Kom eens, kom je ook een kijkje nemen? Als het mag, ja, ik ben wel geen mijnwerker, maar mag mijn buurmeisje ook mee? Ja, natuurlijk. Goed. Voorhoofd presenteert u het geweer. Afgesproken. Hier zijn de bruidjes voor de monseigneur naar zijn plaats te begeleiden. Prachtig, prachtig. Nou, een paar daar en gaan drie daar staan. Monseigneur komt direct. Goswines, monseigneur kan elk ogenblik komen. Rij jij even door. He? Maak even het hier vrij. Ja, kom maar. Zoek maar een plekje. Welkom, welkom, monseigneur. Fijn dat u gekomen bent.